you no mag dwing me. Fu pot sa yuani. You no mag dwing me. Fu pot asan sa you no de seeker face refino so you no beda atoso minister Ramadin. You no beda atoso. You no mag fu dwing uno. Fu ko tegi uno. Tak ef mi ching no vaccineer da ano mag kwas korobi beyei. Wat jus refolg onderwijs. Nooit het een mi libi. Nooit het een mi libi. Mi ere wa vaccinatie de. Of wa vaccin de. Pil teken den weer wa masker. Nooit het een mi ere. Want die bepti mi vaccineer toe. Ja bof. Ja pokke. Ja mazelen. Ja tuberculose. Wal is je teken. Nooit moro. No wa vaccinatie de bijna tinga dolisi teken. Zo sprak Howard Atencio van de protestgroep van Samenwerkende Verontruste Burgers, Kerkgemeenschappen en Vakbonden vanmorgen op het Bronsplein tijdens een protestactie. De sprekers hebben duidelijke statements gericht aan de gezondheidsautoriteiten en de president. Rijmen zegt dat de regering niet hoeft te vrezen dat de groep bezig is met politieke sabotage. Het zijn ontevreden mensen. Niet omdat ik zelf ook politiek leider ben, dan mag ik niet samen met anderen strijden. En voordat dit zo'n manifestatie had gehad, waren we al individueel ook al bezig te zeggen dat we tegen dwang waren. Ik als kerkleider en ook als persoon. Dus als wij nu samen gebundeld hebben, dan zie ik het niet als een politiek spelletje. In alles wat we zeggen zullen we altijd een paar politieke statements maken die eigenlijk niet zo belangrijk hoeft te zijn vanwege het feit dat de rode draad van de boodschap is, we zijn tegen dwang. Begrijp je? Maar het is politiek die nu bezig is ons te dwingen om te vaccineren. Het is politiek die gebruikt is en die gebruikt wordt om deze regeerders aan de macht te hebben. Dus je gaat altijd mensen hebben die gelieerd zijn aan politieke partijen, die zeggen maar, ik wil ook mijn stem laten horen. Rijmen zegt dat de acties vreedzaam zullen blijven. De protesterenden gaven aan dat de acties verscherpt zullen worden, omdat de samenleving zich onderdrukt voelt. Bisschop Meijer benadrukte dat de autoriteiten op de vingers getikt zullen worden, totdat de wil van elk individu gerespecteerd wordt.